Ik word opgehaald. Maar het lijkt me wel ooit vet om een keer inderdaad gewoon bijvoorbeeld zo'n unit te kopen. Het lijkt me zo dik. Vandaag is trouwens een hele, hele speciale dag voor Ella en mij. Oh. Er wordt geschoten. What the fuck? We gaan naar binnen. En we gaan hier 50 euro van maken. Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Zo, ik moet met mijn ogen knijpen. Maar gelukkig, want moet je eens kijken. Wat een weertje. Potjandori, wat word ik hier blij van. Het zonnetje schijnt en dan weten jullie, dan ben ik vrolijk en gelukkig. Hey! Hey! Ella! 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 Heb je lekker geslapen, schat? Ja. Ik ook, jongens. Nu voor de eerste keer. Ik had je natuurlijk verteld dat ik al sinds oud en nieuw niet lekker heb geslapen. Maar dit is de eerste nacht dat ik goed heb geslapen. Goedemorgen. Ik heb lekker een koffietje gepakt, een watertje gepakt. En het is tijd om naar deze ruimte te gaan om mijn vlog te gaan editen voor jullie allemaal. Hey. Hallo. Ik word opgehaald. Mama mag naar huis, jongens. Ze wacht nu op mijn vader, die komt elk moment binnen. Kijk daar. Hey. Hey. Nou jongens, dat was mijn moeder weer. En ze was helemaal blij, want ze wordt dus vandaag opgehaald. Mijn pa die is echt, komt echt net, die kwam echt net binnenlopen. En dan mag ze lekker naar huis, dus dat is helemaal top. Ik ben tijdens het editen ook eventjes aan het kijken om snowboards te huren in Gerlos. Want kijk, je hebt echt hele, allemaal verschillende soorten categorieën snowboards. De ene, je hebt echt van die beginnersboards, van die mensen, gemiddelde boards. En je hebt zeg maar echt goede boards. Alleen er zit zo'n groot verschil tussen. En ik vind het altijd wel echt chill om gewoon echt de beste boards te hebben. Want anders dan vind ik het snowboarden gewoon echt een stuk minder leuk. Dus ik ben een beetje aan het zoeken waar ik dat nou het best kan huren. Maar volgens mij heb ik hier wel iets heel moois gevonden. Maar het is wel 100 euro voor 4 dagen. Dat is wel een beetje duur, maar dat is oké. Okay. Nee, het staat nog aan. Iemand heeft echt keihard Arabische muziek op ofzo. Hè? Huh? Nog één. Amsterdam. Wat doen? Gewoon even lekker lopen. Willem is een beetje ziekjes geweest. Nou, gaat wel een stuk beter. Dat is fijn, jongen. Wat gaan jullie doen? Niks. Ik ben nog even aan het editen. Nou, hey, veel plezier, hè? Dag! Willem die heeft waarschijnlijk precies hetzelfde als wat ik had een paar weken geleden. Dat ik gewoon zeg maar, ik werd wakker, ik moest opeens kotsen. Gewoon een hele nacht heb ik toen gekotst. Dan ben je er 2 dagen ben je gewoon even een beetje misselijk. Waarschijnlijk een soort van buikgriepje of zo, maar daar had Willem dus last van. Hey! Loser ben jij! Hey! Laat me met rust! Oké. Okay. Nee, kom maar. Ah! Ik snoer in je buik, idioot. Het is uit. Okay. Het is uit. Doei. Heb jij weer een goede titel, hè? Zo, wij gaan de deur uit. Doei! Jongens, gisteren door het slaan op die boksbal heb ik echt pijn aan mijn... Zo, je hand is ook dik? Ja, hij is dik, hè? Doet echt pijn. Oh. Oh, ja, ik had het niet verwacht. Ik werd opeens vanochtend wakker en ik dacht... Ik heb gewoon pijn aan mijn... Jezus, hoe heet je dat ook weer? Aan je... Pols? Jezus, ja. Ik werd wakker en ik had opeens zoveel pijn aan mijn pols... Maar hij is helemaal stijf geworden en zo. Omdat ik zo hard heb geslagen op die boksbal gisteren. Maar ik heb nog steeds het record. En daar hebben we het voor gedaan. Wij stappen eigenlijk nu gewoon de auto. We hebben geen idee wat we gaan doen. Ella wilde wat foto's gaan maken. En ja, we zien niet wel waar we terechtkomen. Hè? Ja. Het is vandaag een dag zonder planning. Maar dat is ook wel eens een keer lekker. Gewoon even lekker niks doen. Geen idee wat we gaan doen. We zien het wel. Misschien wordt het wel opeens een hele fantastische dag. Dat is vaak zo. We rijden nu over een dijkje langs de Amstel. Maar we zijn deze keer niet zeg maar, langs de Amstel gegaan richting Amsterdam. Maar juist de andere kant. Deze gaat een beetje richting Utrecht en Loosdrecht en zo. Maar ik heb hier nog nooit gereden. Moet je kijken, dit is gewoon 10 minuten van ons huis. Dan heb je opeens echt zeg maar, gewoon echt polders gewoon. Het ziet er wel leuk uit. Ik vind het wel schattig. Kijk, allemaal leuke huisjes hier. Waarschijnlijk allemaal godsvermogen. Volgens mij heet dat hier Nes aan de Amstel. We zijn een beetje gaan rijden, gewoon naar leuke locaties. Want ja, wat ik al zei, vandaag hebben we niet echt een planning en Ella wilde gewoon leuke foto's maken. Maar kijk, we zijn nu op een soort van bedrijventerrein in Uithoorn.
En al deze units zijn allemaal te koop. En ik heb zeg maar nooit, ik heb helemaal geen kantoor nodig. Maar ik weet, Ruben heeft heel erg een kantoor nodig. Niek zou ook heel graag een kantoor willen waar hij kan editen en alles andere dingen doen. Ik heb het niet per se nodig, maar heel misschien dat Ruben, ik en Niek een bedrijf willen starten. Het ligt nog echt helemaal aan de bodem, zeg maar. We hebben nog niks ervan opgezocht en niks erover begonnen. Maar het lijkt me wel ooit vet om een keer inderdaad gewoon bijvoorbeeld zo'n unit te kopen. Het lijkt me zo dik. En ik moet zeggen, het zijn ook wel echt hele mooie, ja, hele mooie kantoren zo. Het ziet er echt goed uit met zo'n garage naar daarboven. El? Ja. Ik heb besloten, ik ga hier een kantoor kopen. Leuk. Leuk, hè? Ja. Ja, ik vind het zo dik, jongens. Het lijkt me wel echt leuk dat je zo'n kantoor waar je dan naar binnen kan rijden en dan naar boven zo'n verdieping waar je kantoren hebt. Oh, jongens, kijk, er staan daar allemaal mensen in een partytent. Er staat dus een feestje. Een bruiloft. Of een bruiloft, ja. Dus net wat we uit het, die muziek die we opeens hoorden, die uit het raam kwam, of dat, die we hoorden vanuit het raam. Oh ja, hier, er wordt nu ook iemand de lucht in gegooid. Ja, het is een Marokkaanse bruiloft, denk ik. Maar opeens, we hoorden echt zo... Kijk, ze gaan klappen. Ze hebben allemaal trommels, joh. Hier. Ik heb hier. Is het dan een Marokkaanse bruiloft of een Turkse bruiloft? Of allebei? Volgens mij een Marokkaanse bruiloft. Ik vind het wel altijd lekker klinken, die fluitjes. Het geeft me zo'n vakantiegevoel. Ja. Oh, nou. Nou, niet zo zeuren jij, hè. Maar dat hoorden we dus ook vanochtend. Ik dacht al, hè, waar komt de muziek opeens vandaan, joh? Ik denk dat ik mijn pak ga aantrekken en dat ik gewoon ook naar het feest ga. Lijkt me wel, ik ben nog nooit op een Turks of Marokkaanse bruiloft geweest. Maar volgens mij is dat wel altijd echt heel gezellig. Ik zie dat leuke filmpjes met z'n allemaal gaan dansen en zo. Ja, lijkt me wel leuk om een keer mee te maken. Vandaag is trouwens een hele, hele speciale dag voor Ella en mij. Oh. Weet je waarom? Ja, ik weet het wel. Weet jij het? Wij zijn 9 maanden samen. Yeah. Potjandori, veel te lang. Schat, ja. Het is uit. Oké. Doei. Nee! Nee, 9 maanden. Wist je dat dat mijn langste relatie ooit is geweest? Dan nu tot nu toe? Nou, ik ben trots op mezelf. Hè? Huh? Ik ben trots op mezelf. Jij bent trots op jezelf? Ja. Ja, jij hebt het geflikt. Ja, ik heb het gemaakt. Ja, echt. Mijn langste relatie hiervoor was 8 maanden. En dan nu 9 maanden. Zo, hé. Wow! Wat gaan we doen vandaag, aangezien we 9 maanden een relatie hebben? Wil je een glaasje water? Wat zei je? Wat zei je? Wat wilde je zeggen? Wat wilde je zeggen? Niks. Je was iets aan het smoesen. Wat zei jij? Wat wilde je zeggen? Zo, ik heb lang mijn tong niet uitgestoken. Nee. Nu je het zegt. Ja, oprecht. Net ook gingen foto's maken, heb ik ook niet gedaan. Heel vaak, ik weet niet of jullie het is opgevallen, maar heel vaak als Ella op een foto staat of op een story, dan doet ze dit. Ja, nee, ja, hier, inderdaad, op deze foto. Hier, je steekt ze altijd haar tong uit. Ja, maar jij, weet je waar het ook een beetje voor komt? Soms dan ben jij, zeg maar, dan zeg jij iets, dan ben je gewoon aan het vloggen. Oude hoer, hè? En dan opeens draai je midden in je verhaal je camera om en dan ben je gewoon stil. En dan moet ik maar iets zeggen. En dan is het, ja. Ja, maar ook altijd foto's of stories zo. Ja, maar kijk, daar maar dat iedereen, bij. Ja, maar iedereen heeft zo zijn eigen ding. Maar daar heb ik ook een uitleg bij. Zoals jullie weten ben ik niet zo heel erg fotogeniek. En dat slaat me wel. Daar ben ik niet mee eens. Oh. Jij vindt jezelf niet fotogeniek, maar als je gewoon een goede. Als je mij een foto laat maken, zijn het altijd wel goede foto's. Dat is wel waar. Nee, niet altijd. Zoek het uit met je foto's dan. Zoek het uit. Ook een zonnebril op heb wel. Dat klopt. Ja. Willem heeft ook echt een bepaald foto. Willem staat altijd zo. Ja, heel gek. Willem staat altijd zo en dan. Zijn wenkbrauw. Ja, Willem doet het met zijn wenkbrauw zo. Op maar zijn jij hebt ook een stom fotohoofd. Jij hebt een stom fotohoofd. Jij hebt echt een stom fotohoofd. Jij gaat altijd een beetje. Oh, doe ik nou. Jij gaat altijd een beetje als een babytje kijken. Dat vind ik heel onaantrekkelijk. Dat zei ik toen toch ook. Toch hebben we 9 maanden relatie, maar ze vindt het wel onaantrekkelijk. Nee, maar dat zei ik dan toen toch ook bij die fotoshoot. Ja, hoe? Ik doe dan. Jij gaat een beetje zo. Zo'n smooth papi gedrag ga jij doen. Ik doe niet alsof ik een smooth papi ben. Gewoon... Ik ben een smooth papi. Nee, want daar val ik dus niet op. Je moet kijken als een stoere bink.
Niet als een smooth, smooth papietje. Zo. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Wacht, ik ga nu die foto zoeken van jou. Ik ben ook een stoere bink. Deze blik vind ik dus... Zo. Hé. Hey. Hé. Hey. Wordt geschoten. Er wordt geschoten. What the fuck? Er wordt iemand neergeschoten bij de bruiloft. Ah, dat is niet waar. Wel vet. Zo is vuurwerk echt kut eigenlijk. Waar schiet het ook heen? Het is heel gek. Best harde klap hoor nog. En je hoort die muziek. Oh, je ziet ze ook dansen daar. Ik heb mijn zoenles niet op. Maar kijk, bij dat huis, bij de tentjes, zie je ook de bruid. Zie je de bruid en de bruidegom dansen? Wel leuk. Ja. Gaan we ook ooit trouwen? Ja. Ja. Oh nee. Oh nee, sorry. Sorry, ik deed achter de camera dit. Nee hoor, schatje, ik ook met jou. Het ziet er wel echt heel gezellig uit. Ik denk, er wordt iemand geliquideerd hier. Er wordt van iemand neergeschoten. Kijk, ik zie een foto. Oh ja. Laat je even het verschil tussen smooth papi. Ik knip het tussendoor, want kijk, dit vind ik dus je lelijke blik. Dit vind je smooth papi lelijke blik. Oké. Even kijken hoor, dan moet ik kijken. Bedankt. Kijk, en dit vind ik je stoere mannelijke blik. Die vind ik veel mooier. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Fijn. Wil je me bang van hem? Ja. Kan ik toch niks mee. Jezus. Nou, dat meen je niet. Alweer, joh. Alweer, nog één. Oh, je ziet niet goed op beeld, maar het is live. Yo, dit is echt wel vet, hè? Ja, huh? Op beeld zie je het niet goed. Maar het is echt best wel dik. Het zit allemaal vet in de fiets en zo. Deze was wel vet. De muziekje weer. Gaan ze weer door? Dit was wel dik. Maar ze staan ook allemaal zo. Ja. Maar ze hebben toch ook altijd van die doekjes zo? Ja, ik weet niet. Ik wil ook niemand nu. Zeg maar, als het nu bijvoorbeeld, stel je een Marokkaanse iemand, dan kijk je nu niet zeggen van ja, maar dat doen echt alle Turken juist. Zeg maar, ik weet het verschil niet. Laat me even weten in de reactie als je Turks of Marokkaans bent. Zeg maar, is het een Turkse bruiloft? Denken jullie dat dit een Turkse bruiloft is of een Marokkaanse bruiloft? Je hoort zeg maar al die fluit. En wat is dan het verschil? Ja, dat weet ik dus ook niet helemaal. Want volgens mij. Je hebt allemaal trommeltjes en zo? Je hebt wel één, of is het hetzelfde, dat weet ik dus niet. Maar dat ze dan allemaal in de auto gaan zitten en erop en ernaast en in het raam. Ja, dat is volgens mij, dat is volgens mij een Turkse bruiloft. Dat is van toeteren en zo. Ja, een hele harde muziek ook op. Ja, dat is volgens mij een Turkse bruiloft. Nou, het ziet er wel gezellig uit, jongens. Jongens, we zijn eruit. Het is een Marokkaanse vlag daar. Kijk, hij heeft een Marokkaanse vlag. Maar ze zijn allemaal aan toeteren. Hoi! Hey! Hop, hoi, hoi, hoi! Dat is echt heel dom. Wat? Ik hoor dat. Wat? De auto met de bruid en de bruidegom reed. En hij bleef staan. Dus weet ik niet. Maar ik vraag me dus af, hè. Krijg je niet op een gegeven moment een lamme hand van het toeteren? Hoi, 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 hoi. Toeteren! Ik zou ook mee gaan doen, hoor. Ik ook. Als ik de achterste zag, ik ga gewoon toeteren. Doei! Hoi, hey! Gio had volgens mij gisteren of eergisteren in zijn vlog het nummer van mij en Jorginho laten horen. Wat is er gebeurd? En ik zat even die comments te lezen en zoveel mensen hebben lief gereageerd. En die vonden het nummer helemaal fantastisch. Dus ik wil jullie daarvoor bedanken, jongens. Want jullie hadden zo lief gereageerd allemaal. En het nummer komt er eigenlijk aan. We zijn er echt mee bezig. Het is niet een nummer dat ik denk van, oh, misschien ga ik het uitbrengen. Nee, het gaat uitkomen. Maar de precieze datum weet ik nog niet precies. Aangezien Ella en ik 9 maanden hebben, gaan wij gezellig naar Sumo. Ja, Ella die wilde heel graag naar Sumo. Echt al heel lang niet meer geweest. Ja, ik dus ook niet. Daar hebben ze gewoon mijn lievelingseten. Nou, dan gaan we daarheen. Dan gaan we daarheen, dus we gaan gezellig uit eten met z'n tweeën. Hè? Quality time. Ik moet zeggen, ik ben wel veel buiten de deur gaan eten deze week. Eerst met Gio bij Loetje, daarna bij Heisa en ook met jou. Ja. Oh, dus ja, nou, 3 keer uit eten in een week is ook wel veel. Maar goed, vandaag is het een speciale dag om met mezelf even goed te praten. Boah, jongens, we zijn nu bij de Q-Park op Leidseplein. Zo, maar het ruikt hier naar pis heet, het is niet normaal. Nee, kom, godverdamme heet. Dit is wel echt lijp. Zo. Oh,
Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wel grappig, de sumo waar we dus nu heen gaan, die is dus op het Leidseplein. Daar was ik dus vorige keer met Oud en Nieuw. Het was dus een hele heel feest. Oh ja. Dat is echt leuk. Ja, ik ben er één keer beleefd geweest daar. Ja? Ja, was met een verjaardag. Ik ben ook wel ik heb er één keer gegeten en dus deze Oud en Nieuw was ik daar dus ook. Maar toen was de hele sumo omgetoverd tot ja, een soort van club eigenlijk. Dat was ook wel leuk. Lekker trek. Je gaat rennen, joh, vriend. Ik heb gewoon trek. El, alsnog is vanavond dit het budget. Alles op brood. Ja, kijk, dat kunnen we ook doen. Alles op brood zetten. Ik weet niet hoeveel het is. Volgens mij is het iets van 10 euro, 12 euro. Wel leuk. Vooral wat je per dag verdient. Oh. Zullen we na het eten gewoon deze 12 euro hiermee spelen? Dus ik moet mijn bek houden. Huh? Zeg, het is mijn uurloon, dus ik moet gewoon mijn bek houden. Ja. Sst. Nee, stel we gaan met dit geld spelen, met die 12 euro, kijken wat we hiervan kunnen maken. Wel een leuk experiment. Het Leidseplein blijft altijd een mooi plein. Rennen. Dat vind ik wel echt leuk, jongens, om lekker in Amsterdam te lopen altijd. Moet je nagaan. Eerst elke donderdag en vrijdag liep ik in Amsterdam. Ja, standaard uitgaansdag. Ik ook wel door jou. Ja, standaard uitgaansdag. Aan het begin. Hoezo aan het begin? Nou, aan het begin van onze fixtijd. Toen we nog wow! Wat een grapje. Ja, wij gingen echt heel veel uit. Maar toen ik ook. Ging ik altijd met jullie mee. Heb ik altijd met jullie meegesleept. Nou, ben je gesleept, vind je hartstikke leuk. Toen ik 18 was, ging ik echt niet normaal veel uit. Dat was, toen sliep ik bijna meer in Amsterdam dan hier. Of dan thuis in Haarlem. Heel gek, hier stonden we toen met Oud en Nieuw. Zat je echt, hier ook? Echt precies hier. Echt? Dit was zeg maar heel gek, maar dit was dus de VIP area. En hier stonden we met z'n allen. Ja, met z'n allen, ik was eigenlijk alleen maar met Niek. Maar echt lijf, ze hadden al die tafels weggehaald dan, hè? Ja, maar het is wel echt heel gaaf. Oeh. Ja, dat is wel leuk voor Simon, jongens, dat je met die tablet kan bestellen. Dat is leuk. Wat staat die muziek hard hier trouwens? Gyoza's. Ja, dat wil jij graag, hè? Nou, nee. We moeten lekker Nederlands gierig zijn, lekker alles eruit eten. Maar dat weet ik niet. Ik wil nog lumpia. Nou, schatje, onze 9 maanden. Ik wil nog 9 maanden meer. Voor de gyoza kan jij hier, hè? En deze. Wat is dit dan? Je wilde toch echt persje naar sumo voor deze? Dit is vlees. Gewikkeld in kaas. Oh. Met een laagje, hoe heet het ook weer? Yakitori saus. Fantastisch. Doe maar. Och, jongens, dit is wel echt lekker. Ik heb goed gegeten. Ik zit redelijk vol. Wat? Lekker. Ja. Ja. We zitten heel alleen lekker. Nog, we zitten alleen nog een ijsje te eten. En dan gaan we lekker. Wat? Ik heb dat ook, vernieuw je. Nee, dat heb jij niet. Dit is een yuzu. Nou, ik vind het niet zo lekker. Citroenijs vind ik niet zo lekker. Gek, dit is fucking lekker. Oh. Nou goed, we gaan even het ijsje eten en dan gaan we weer lekker weg. We zijn weer buiten en we hebben een fantastisch idee. Want... Dat hadden we net toch ook al? Ja, maar we gaan het gewoon doen. Ik heb hier 10 euro. En van deze 10 euro gaan we naar het casino. En we gaan kijken wat we van die 10 euro kunnen maken. Ik kan alleen niet filmen, dat mag niet binnen. Dus dat ga ik niet doen. Ja, maar in Nederland mag je niet filmen in het casino. In het buitenland volgens mij heel veel casinos wel. Maar hier niet. Nou, jongens. We gaan naar binnen. En we gaan hier 50 euro van maken. Nee, 100 gek. Oké, 100. Let's go. Zal ik ook gewoon een tientje inzetten? Nee, doe nou niet. Alleen dit, dat is het leuke. Dit is het leuke. Maar boeien, wat is een tientje nou? Ja, maar dit had ik toevallig nog in mijn zak. Je moet niet gokken, jongens. Je verliest altijd. Dat is echt zo. A few moments later. Dit gaan jullie nooit geloven. We hebben 20.000 euro gewonnen. Nee, dat is wel heel overdreven. We zijn misschien 10 minuten in het casino geweest. En we hebben in totaal niks gewonnen. Zoals ik al zei, jongens. Het casino, je verliest altijd. Het was dat ik toevallig inderdaad 10 euro cash bij me had. En dat was gewoon lachen. Maar... doe het niet, jongens. Doe het echt niet. Want je raakt gewoon kwijt. Oh, we zijn weer in de garage. Garage? Het is godverdomme de hol van een stinkdier, man. Wat zeg je nou? Het is de hol van een stinkdier. Oh. Ja, het is wel echt heel lijp dit, jongens. Holy shit. Fuck. Dit is echt heel ziek. Zeg maar, ik heb vaker in deze garage gestaan. Maar het lijkt wel alsof de ventilatie kapot is of zo. Want dit is echt... Nou, wat we
dat de wc glazen is hier. Fuck. Dit is echt niet normaal. Ik heb hier echt vaak gestaan. En normaal gesproken stinkt hij nooit zo, maar nu is het wel echt heel lijp. Oh, stinkt je auto niet ook helemaal hiernaar? Of zit het in mijn neus? Oh, mag ik een stinkje? Gadverdamme, zeg, wat een lucht. Bah. Dus dat zie ik eruit. Hoezo? Nou, het lijkt wel alsof ik 4 jaar al in een grot heb gewoond. En nu pas weer daglicht zie. Ja, dat is helemaal niet waar. Ik heb het gevoel dat jij elke keer zeikt over je uiterlijk in de vlog. Nou... Dat hoeft helemaal niet. Wel. Nee. Maar jongens, we zijn weer thuis en gelukkig stinkt het hier niet zo fucking erg naar pis. Nee, maar binnen wel. Oh, veel. Oh, dat zou gek zijn, want jij bent degene die schoonmaakt. Dus dat betekent dat jij je taak... Ja, maar jij woont daar. Dus jij kan het ook een keer zelf doen. Wij liggen weer lekker in bed, jongens. En we hebben een heerlijk avondje gehad. Het was een soort van... een soort van date night. We zijn gezellig uit eten geweest. En daarna 10 euro verloren in het casino. Nou... Hoe leuk wil het hebben nog? Hey, ben je nog wakker? Ik dacht dat jij lag te slapen. Maar goed, dames en heren, jongens en meisjes. Vond je nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Bij een nieuwe vlog. Gewoon morgen weer. Doei doei.